We hebben een gast in de studio. Welkom, moeten we zeggen Ambi, moeten we zeggen John, moeten we zeggen Ambi John? Of zeg wat maar gewoon waar John. Gewoon echt, ja. John. Jij bent van Echtigem? Ik ben afkomstig van Oostende. Een Oostage. Een Oostage. Maar die een band zij. Ja. Maar wij wonen onlangs, nu 2 jaar, in Echtigem. Waar wij een zaak gestart hebben, Taverne Ons Huis, Café Ons Huis. Waar wij optredens doen, de zondag namiddag met live muziek. Onder andere mijn orkest, Jadar. Dan hebben wij de zaterdagavond optredens van bepaalde artiesten uit West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, dus zo. Je spreekt altijd eens over wij, want je hebt... Ja, mijn partner Steven, waar wij 14 jaar getrouwd zijn, hebben wij dat opgestart. Dus, een muziekcafé? Een muziekcafé. Maar een bepaald genre, het levenslied. Het levenslied, ja. Een muziek eigenlijk. Mijn cd brengt dat dus ook iets naar voren. Muziek uit de vergeten hoek zo terug in een nieuw kleedje stoppen. Dat wij zeggen... Waarom het levenslied? Ben jij daar al van kind af van? Ja, dat zat in mijn bloed toen ik kind was. Toen ik dat hoorde, ja, het werd er altijd op gedanst. Dus samen met mijn moeder zaliger. En natuurlijk, ja, dat is terecht gepompt. Ik had ook een onkel die accordeon speelde, dus de muziekmicrobe voelde toch die tinteling in mijn bloed. Huh. Als ik denk persoonlijk aan het levenslied, dan denk ik van Eddie Wally en aan Lucy Luz. Ja. En aan de zangeres zonder naam. Ja. Is dit het genre dat we moeten... Dus over 7 jaar heb ik nog een cd gemaakt met liedjes van Lucy Luz. Die 2 liedjes die erop stonden dus. Dat is ongeveer die genre... Dus mijn tweede cd waar ik nu aan volop bezig ben aan het bewerken, staan er ook reeds nummertjes op van Eddie Wally, etc. Maar ik ga nog niet meer zeggen over de tweede, dus we zijn nog druk bezig aan het inzingen en instuderen. Dus, Je stelt vandaag deze cd voor, komen we straks op terug, maar je bent al bezig met een tweede cd. Yeah. Druk erbij. Ja. Ik heb geen zittend hat, ik kan het op Nostens zeggen. Ja, West-Vlaanderen zeggen ze. Ja. Prima. We gaan eens luisteren naar jou. Ik heb gevraagd welk nummer je wilde horen. En je hebt gezegd, fluister in mijn oren. En dat gaan we doen. Aandacht voor Ambi John. Het Vlaamse levenslied, dat kreeg je te horen met Ambi John hier bij Carina Radio. En nog beter, we hebben ze zelfs live bij ons in de studio. En als je wil, dan kun je ze vanavond ook live horen. Want vanavond, en daar gaan we nu over praten met jullie, is er de avond van het Vlaamse levenslied hier op het podium, de Site Misplon, door jullie ingericht. Een woordje uitleg hoort daarbij, denk ik. Ja, ik stel mijn cd hiervoor. En de mensen krijgen de kans ook om de cd hier te kopen. Dat is geen verplichting, maar dus wij hebben een aantal artiesten ook meegebracht. Onder andere Danny Green, Kira Kortner, Freddy Parker en Koen uit Ooyenhem. Ah, Koentje. Ja. Dus waarschijnlijk nu geen Koentje meer. Overlaatst is hij bij ons geweest voor een optreden. En dus wij brengen een aantal nummers samen. Allemaal hetzelfde genre, het levenslied, ambiance, muziek. Ja, Freddy Parker, meer de Elvis. Mensen met de Elvis repertoire. Ja. Dus het wordt een avondje vol ambiance. Ja, vol ambiance. Waarop iedereen... We gaan er allemaal een lap op geven. Ja, waarop we iedereen hier in Echtigem uitnodigen. Wat brengt de toekomst voor Ambi John? Wat staat er nog op het programma? En wat gaan we in de komende maanden doen? Corona is hopelijk helemaal bijna voorbij. Laat ons de vingers kruisen dat het zo mag zijn. Er kan terug opgetreden worden. Waarschijnlijk toch wel wat perspectieven. Ja. Hopelijk blijft het stabiel nu. Ja.
Ja, de komende maanden. Dus nu, ik ben voor het moment bezig dus aan mijn tweede cd. Maar ik blijf wel met mijn beide voetjes op de grond. Want corona hier, corona daar. Iedereen is al wel zo wel beu. Dus ik blijf gewoon weg afwachten. Het is moeilijk te zeggen. Ik blijf nu op het moment op mijn ene cd staan. Want als je niet kan verplaatsen om optreden en zo. Nu. Dus we wachten af. Maar optredens worden er gepland in de komende maanden? Optredens worden er zeker gepland in de komende maanden en zo. Dus, en de ingang bij ons is altijd gratis. Okay. Dat is ons perspectief. En de mensen moeten kunnen terug amuseren in de toekomst. Dat hopen we met z'n allen. Bedankt voor de komen. Ik kijk uit naar deze avond. En we hopen dat Echtigem vanavond met een beetje zon, laat ons ook daar op hopen, maakt het leven nog veel aangenamer hier vanavond aanwezig kan zijn. Bedankt. Heel graag gedaan. En ik draai nog een nummertje van jou. Huilen is zeker en vast voor jou veel te laat.